Deze maand is 30 keer ingebroken in woningen in de stad. Volgens de politie heeft dat mede te maken met de vakantieperiode die is gestart. Er wordt geadviseerd om de woning bewoond achter te laten. Er kan gedacht worden aan hulp van buren die bijvoorbeeld de post weghalen en de gordijnen open en dicht doen.